De Stichting Welzorg Suriname organiseerde gisteren de jaarlijkse netwerkborrel in verband met de bouw- en woonbeurs. De netwerkborrel is gehouden in de KKF Business Building en is bedoeld om ondernemers extra te motiveren. Anders dan voorgaande jaren wordt de beurs dit jaar niet in het Flamboyantpark gehouden, maar op het KKF beursterrein. Viraj Gangarampandé, voorzitter van Welzorg Suriname, zegt dat de stichting besloten heeft om ook de huishoudsector te betrekken bij de bouw- en woonbeurs. De beurs heet nu de Bouw-, Woon- en Huishoudbeurs. Ik ben benaderd geworden door de werkarm van KKF Busos, die kennen jullie. Dat is de beursorganisatie van KKF. Als je vergelijkt, iedereen weet dat KKF, als ik het financieel gedeelte moet bespreken, dat het een heel andere koek is dan Flamboyantpark. En natuurlijk gaan we dat met z'n allen moeten opbrengen. Dus het was onderhandelen. Meestal is het zo dat we de netwerkborrel in januari doen. We zijn nu in februari, omdat de onderhandelingen lang hebben geduurd. Ik heb heel veel moeten onderhandelen om tot een overeenkomst te komen, zodat we niet achteruit zouden gaan in condities qua locatie. En dat we een voorwaarde zouden creëren voor jullie ondernemers, dat het ook interessant blijft om mee te doen. En u zag Viraj Gangarampandé, voorzitter van de Stichting Welzorg Suriname. Tijdens de netwerkborrel vond ook de awarduitreiking plaats aan de beste 5 exposanten van 2017. De awards zijn door minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme uitgereikt. De bewindsman is ervan overtuigd dat de bouw-, woon- en huishoudbeurs een groot succes zal zijn. Iets anders dan we tot nu toe hebben gehad, want als je met iets begint, wil je vooruitgang hebben. Je wil progress maken. En die progress zal niet van het stichtingsbestuur afhangen, maar van wie zal het afhangen? Van uzelf, uw participanten. U dient vanaf nu met kracht, met motivatie te werken naar het moment waarop u kunt zeggen, we hebben een beurs, we hebben een andersoortige beurs, een andere locatie. En als u als ondernemers zo hard heeft gewerkt naar dat moment, dan moet u in het traject daarna het voordeel daarvan kunnen zien. Dat was minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme tijdens de netwerkborrel van de Stichting Welzorg Suriname. De bouw-, woon- en huishoudbeurs wordt van 27 juli tot en met 1 augustus gehouden op het KKF-beursterrein.